Ja, er staan wel weer wat heftige dingen in. Maar ja, goed, we zitten ook midden in een rechtszaak, zoals we vorige week hebben gezegd. Eigenlijk midden in een rechtszaal. Hè? De rechtszaak van God tegen de mens. Hè? En ja, eerst moeten wat dingen op een rij gezet worden over dat oordeel. Hè? Maar hoewel hier heftige dingen staan in dit hoofdstuk, het is nog niet het einde. Het is nog niet de slotsom, hè? Want we gaan tot een prachtige oplossing komen. Maar in ieder geval, de titel voor vandaag heb ik even genoemd. Geen excuus als God oordeelt. Vorige keer zagen we al van dat geen mens te verontschuldigen zal zijn. Maar Paulus, even terug, kort samengevat, die zit in Korinthe. Hij wil naar Rome. Hij schrijft de brief ook aan de Romeinen, waar Joden en heidenen zitten. En hij gaat wat behandelen over het evangelie. Maar uiteindelijk, hij wil onderweg naar Spanje en dan via Rome langs gaan komen. Maar hij zal eerst nog naar Jeruzalem gaan. En in tegenstelling tot zijn plannen wordt hij gevangen genomen en komt hij als gevangene in Rome aan uiteindelijk. We hebben gezien dat Paulus zich niet schaamt voor het evangelie. Het is de kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. Het is de enige weg tot God, de enige weg tot de Vader. De hele wereld is schuldig voor God, zagen we. De waarheid is ieder bekend. Iedereen weet dat God bestaat. Vanuit de schepping is het geopenbaard. Gods schepping is een openbaring. En de mensen die eigenlijk, ja, God vaarwel zeggen, wordt gewoon gezegd, dat is dwaasheid. De waarheid is vervangen door de leugen. En de mensen hebben het schepsel vereerd boven de schepper. En daarom heeft God hen overgegeven. Allemaal lusten. Vandaag behandelen we deze 4 punten. Dit was uw leven, hoe God oordeelt, de wet en het geweten en de besnijdenis van het hart. En het komt er eigenlijk even kort op neer dat zowel Jood, het hele Oude Testament was geschreven vooral voor de Joden, maar net zo goed voor iedereen, maar zowel Jood als heide komt op een dag voor die troon van God en iedereen zal daar verantwoording gaan afleggen. Nou, voordat ik een stuk ga behandelen, wil ik even kort door een stripverhaal. Niet alleen voor de kinderen, maar voor ons allemaal goed. Dit is van een soort traktaat die al best wel oud is, maar die wordt dan uitgedeeld. Ik ken hem in het Engels, maar volgens mij is er ook een Nederlandse versie. Maar dat geeft eigenlijk heel goed weer wat hier eigenlijk in deze hoofdstukken omschreven wordt. Het begint eigenlijk met een man die leeft gewoon zijn leventje, heeft alles wat zijn hartje begeert, auto, genietingen van het leven. Maar plotseling, tegen verwachtingen, komt de dood langs. Die man die sterft plotseling. Beetje eng plaatje, sorry, maar... En uiteindelijk, hij wordt begraven. Dan staat er een pastoor of een voorganger bij van, ja, maar het was wel een heel goed mens. Het was een goed mens. Maar uiteindelijk... Hij wordt geroepen, hij moet meekomen en hij zegt eigenlijk, wat is hier aan de hand? Wacht, ik ben dood, maar dit hoort niet, het hoort allemaal over te zijn. En dan komt er een engel, die neemt hem mee, die spreekt over het oordeel en dan zegt hij eigenlijk van, ja, maar je begrijpt het niet, hemel en aarde, die zijn hier op aarde en dat heb ik altijd al gezegd. Maar die engel die zegt tegen hem, meekomen, we hebben een afspraak. Ja, en zal daar nog iemand anders zijn? Ja, er zijn best wel wat mensen daar. Kijk, daar is je eindbestemming. En hij wijst het al aan. En ondertussen zegt hij, ja, maar ik weiger om dit te geloven, dat dit echt bij mij gebeurt. En dan staan ze eigenlijk voor de troon. En dan begint hij zich te verontschuldigen. Ja, maar kijk, ik heb eigenlijk altijd wel een heel goed leven geleid. En ik was eigenlijk niet anders dan andere mensen. Maar die engel die zegt tegen hem, ja, maar alles is opgenomen. Alles is opgenomen. En dan wordt hij geroepen. Next, de volgende is aan de beurt. En dan komt hij voor de troon van God. En het verhaal gaat dan, net als in Openbaring 20, de boeken werden geopend. Als je naam niet geschreven was in het boek van het leven, dan werd je geworpen in een poel van vuur. Mensen werden geoordeeld naar hun werken. En vanuit de troon hoor je dan, nou, laat zijn leven maar eens zien. Die engel zegt, ja heer, en dan komt zijn leven langs. En Dan zegt hij, hey, kijk, dan ben ik als een baby. Betekent dit dat echt alles is opgenomen? Gaat echt alles langskomen? Ja, alles komt langs. Zelfs zijn puberteit, zijn tienerjaren. Ineens komt er een moment langs dat hij zegt, hey jongens, moet je horen, dit is de meest smerige grap die ik ooit gehoord heb. En zo gaat hij en ondertussen roept hij, nee, niet hier, voor de troon van God laten zien. Of dat andere moment dat hij eigenlijk een vrouw zat te begeren en hij herinnert zich dat hij dat deed, maar hij dacht, ik dacht echt dat niemand zat te kijken. En alles komt langs. Ongehoorzaamheid aan de ouders, trots, de haten van God, diefstal, leugens, alles komt langs. En hij roept het uit, waarom heeft niemand mij hiervoor gewaarschuwd? Waarom heeft niemand mij hiervoor gewaarschuwd? Maar er komt ook een moment langs en dan zit hij in de kerk. Kijk, daar zit ik in de kerk. Kijk, zo slecht was het allemaal niet met mij. Kijk eens hoe vroom ik ben. Maar zijn gedachten worden ook uitgelezen. En ondertussen was hij bezig, hoe zou het gaan met die voetbalwedstrijd? Ik ben benieuwd of ze aan het winnen zijn. En terwijl die voorganger het evangelie aan het vertellen is, denkt hij ondertussen, hoe laat is het? Ik kan me eigenlijk ook helemaal niks schelen wat er allemaal gezegd wordt. En ondertussen denkt hij in zijn hart, weet je, ik heb Christus helemaal niet nodig. Er is niks mis met mij. Ik zal het op mijn manier wel gaan maken. En ondertussen hij ziet dat hij denkt, ik moet wel gek zijn geweest. Ik moet wel gek zijn geweest dat ik dat gedacht heb. Wat kan ik zeggen? Ik ben verloren, ik ben zonder hoop, ik ben zonder Christus, ik ben schuldig. Open het boek, staat zijn naam erin. Staat zijn naam geschreven in het boek des levens. En dat staat er niet in. En dan zegt God, ga weg van mij, jullie vervloekten in het eeuwige vuur wat voor de duivel en de demonen bewaard is. En deze zullen gaan in het eeuwige oordeel, maar de rechtvaardigen in het eeuwig leven. En als je naam niet geschreven was in het boek van het leven, dan werd je geworpen in de poel van vuur. Een keiharde boodschap. Maar het kan ook anders gaan, want God is nog geduldig. Hij is geduldig. Hij is niet willend dat iemand verloren gaat en hij wacht nog. Iedereen kan op dit moment zeggen, Heer, ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil die vergeving van de zonde. Je kunt nog erkennen dat je een zondaar bent. Van je zonde bekeren. En erkennen dat Jezus Christus is. Hem als Heer erkennen. En dat hij je persoonlijke verlosser wordt. Dan kun je een heel ander leven leiden met God. En je naaste liefhebben als jezelf. En als je dan komt te sterven, dan kun je met een gerust hart zeggen, neem mijn hand, Heer Jezus, ik kom thuis, ik kom bij u. En dan mag God tegen je zeggen, goed gedaan, goede en trouwe dienaar. Hij kom in de vreugde van de Heer. Dat is eigenlijk heel kort waar de boodschap om gaat. Ik hoop dat zo ook voor de kinderen ook wat duidelijker wordt. Maar hoofdstuk 1 ging over de goddeloze en schulden. Niemand kan zeggen, er is geen God. Niemand is te verontschuldigen. En hoofdstuk 2, het is best wel links en rechts een lastig hoofdstuk, vooral om mensen om het uit te leggen, maar het lijkt vooral over de morele mens ook te gaan, die schuldig zal zijn. Een moreel mens, dat is iemand die toch al zichzelf heel goed vindt. De Jood wordt ook genoemd, die dan de wet heeft, die denkt de Bijbel te hebben en die denkt heel goed te leven. Maar als je het niet echt gelooft, heb je een probleem. Nou, laten we eens gaan kijken naar hoofdstuk 2, vers 1. Het eindigt eigenlijk met een hele lijst van zonden, hoofdstuk 1, die mensen allemaal doen. Terwijl ze, hoofdstuk 1, vers 32, ze kennen het recht van God, namelijk als zij die zulke dingen doen, de dood verdienen. En toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook in met hen die ze doen. En ze doen eraan mee. Dan zegt hij, daarom bent u niet te verontschuldigen, o mensen, wie u ook bent die de ander oordeelt. Want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die ander oordeelt, doet dezelfde dingen. Nou zijn er heel veel mensen die dit vers aanhalen als ze zijnde van, kijk, wij als christenen mogen niet oordelen, want dat staat hier, dan als jij een ander oordeelt, dan veroordeel je jezelf. Maar het gaat hier wel heel duidelijk over ongelovigen. Iets verderop. Dat is in vers 5 staat, Er wordt gesproken over, maar in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn. Dit gaat over ongelovigen, die andere ongelovigen eigenlijk beschuldigen. En terwijl ze eigenlijk, als ze zelf ook zonde doen, zijn ze net zo schuldig als de ander. En dan moeten we niet verwarren met het verhaal in Mattheüs 7. Ik vat hem even samen, maar de balk en de splinter verhaal, zeg maar. Dat wij herkennen als christenen ook soms wel zonde in het leven van anderen. En daar horen we elkaar op aan te spreken. Vermaan elkaar elke dag, zegt Hebreeën 3. Maar als wij dat splintertje in de oog van een broeder zien, een kleine zonde in het leven van de ander, terwijl we zelf zo hypocriet leven als het maar zijn kan, dat is dan een balk in je eigen oog, zeg maar. Dan moet je eerst de balk uit je eigen oog halen voordat je de splinter uit het oog van de broeder haalt. Maar dat wil niet zeggen dat we geen splinters uit de ogen van broeders en zusters moeten halen. Dus dat is wel iets anders. Dit gaat echt over ongelovigen of morele mensen die denken, oh, maar ik ben heel goed, ik ben niet zo erg als die andere zondaar. Daar vertelt Jezus ook een verhaal over fariseeën die zo gedragen. Oordeel niet naar wat voor ogen is, maar fel een rechtvaardig oordeel. Dat is wat christenen moeten doen, maar mensen in de wereld zouden ook moeten doen. Alleen, zolang je nog een zondaar bent, niet vergeven van zonde, dan heb je eigenlijk helemaal het recht niet om op tv te zeggen, oh, moet je eens kijken naar die en die, dat is echt erg wat die allemaal doet, terwijl je zelf net zo schuldig bent. Er is een mooi voorbeeld in de Bijbel van iemand die... Het gaat over David en ik weet, David is een man Gods, dat is wel een kind van God, maar op dit moment gedraagt hij zich echt als een ongelovige, als een goddeloze. En dan zie je hoe verblind iemand kan zijn, wel de zonde bij een ander kan zien, maar niet bij zichzelf. David had met begeerte naar een vrouw gekeken vanaf zijn balkon, die was zich aan baden in haar tuin en uiteindelijk liet hij die vrouw halen, hij sliep ermee en Ze werd zwanger en vervolgens was het niet meer weg te moffelen, laat hij ook nog eens de man vermoorden, Uria. En dit kan natuurlijk echt niet. En dan komt de Heere, die stuurt Nathan, een profeet, naar David. En toen hij bij hem kwam, zei hij tegen hem, er waren twee mannen in een stad en de een was rijk en de ander arm. En de rijke had veel schapen en runderen, maar de arme had helemaal niets dan alleen één enkel klein ooilam dat hij gekocht had. Hij hield het in leven en het werd groot. Samen met hem en met zijn kinderen. En dus dat was gewoon een huisdier eigenlijk. Het at mee van zijn stuk brood, dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Het was als een dochter voor hem. En toen er een reiziger bij de rijke man kwam, kon hij er niet toe komen één van zijn eigen schapen en runderen te nemen, om een maaltijd te bereiden voor de reiziger die bij hem gekomen was. Daarom nam hij het ooilam van de arme man en bereidde het voor de man die bij hem gekomen was. Nou, dat is best wel bruut. Iemand die heeft alles wat zijn hartje begeert en dan pakt hij het lammetje weg bij die arme man. Nou, David die was heel erg boos. Die ontstak in grote woede tegen die man. En hij zei tegen Nathan, zo waar de Heere leeft, voorzeker de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat ooilam moet hij viervoudig vergoeden, teruggeven, omdat hij dit gedaan heeft en geen medelijden had. Toen zei Nathan tegen David, u bent die man. En zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u tot koning gezalfd over Israël en ik heb u uit Sauls hand gered. En dan krijgt hij uiteindelijk de consequenties te horen. Maar dan zie je dus dat soms mensen eigenlijk heel goed bij een ander zien, dat klopt niet. Maar hij zag de zonde in zijn eigen leven, zag hij niet. Dus... Vaak is de situatie net anders, maar zijn we eigenlijk bijna allemaal weer erg schuldig aan zonden die je ook bij een ander ziet. Nou, zo heb je natuurlijk ook allemaal situaties in je eigen leven. Je kunt moord heel erg vinden. Maar wel lekker geweldfilms kijken waar een en al gemoord wordt en je daarin verlustigen. Of moord erg vinden, maar abortus weer goedkeuren, wat net zo goed moord is. Je kunt toverij heel erg vinden, wat God heel erg vindt. En zeggen, dat is pas erg. Maar Harry Potter kijken, dat is maar een film. Het is maar nep. Terwijl God verafschuwt toverij. Ja, en overspel dan, dat is ook erg. Heb je gehoord van die man laatst en die met die 3 kinderen en die is dan vreemd gegaan. Maar ja, wat kijk je zelf? Is dat aan jouw vrouw als je misschien zelf dingen op een scherm kijkt? Nou, enzovoort. We zien eigenlijk, dus hier wordt, het lijkt erop, de morele mens ook aangesproken. Niemand is te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent, die anderen oordeelt. Want wanneer u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen. En we komen later ook meer te weten over dat dit over morele mensen gaat. Of in ieder geval religieuze mensen. Maar het geldt net zo goed voor ieder mens. Vers 2 staat, wij weten dat het oordeel van God in overeenstemming met de waarheid is. En over hen die zulke dingen doen. God gaat niet hypocriet oordelen. Zijn oordeel is in overeenstemming met de waarheid. God is niet een mens. En hij gaat verder, dus eigenlijk een van de eerste punten die we leren ook over hoe God oordeelt, is ook het oordeel van God is in overeenstemming met de waarheid. Het is ook een eerlijk oordeel. Vers 3, en u, o mens, die hen oordeelt, die zulke dingen doen en ze zelf ook doet, denkt u dat u aan het oordeel van God zult ontkomen? En niemand komt er mee weg. Dat is wat hij zegt. Je kunt anderen beschuldigen, maar allen hebben gezondigd. Dat gaan we ook leren in Romeinen. Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? En dus, hoewel God gaat oordelen, kun je soms denken, nou, God is zo hard. Maar ondertussen is God maar aan het wachten en aan het wachten en aan het wachten op de mens. En mensen verachten de rijkdom van zijn goedertierenheid, zijn verdraagzaamheid en zijn geduld. Zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. Het is zijn geduld, zijn goedheid. Hij wacht op de mensen. En dat, als je dat beseft, dat is iets wat tot bekering zou moeten leiden. 2 Petrus 3 zegt ook in vers 9 dat de Heer vertraagt de belofte niet. Zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan. Maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heere zal komen als een dief in de nacht. En dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen verbranden. In Ezekiel 18 vers 23, daar zegt God, zou ik werkelijk behagen scheppen in de dood van de goddelozen? Spreekt de Heere, Heere. Is het niet, wanneer hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij zal leven? En in vers 32, ik schep immers geen behagen in de dood van de stervende, spreekt de Heere, Heere. Dus bekeer u en leef. En God heeft er geen behagen in dat mensen sterven en het eeuwige oordeel ingaan. Nee, God is geduldig. En dat geduld, dat mag mensen tot bekering leiden. Soms denk je misschien wel eens van dat God allemaal maar niet ingrijpt en alles toelaat. En daar loopt in Psalm 73 ook iemand tegenaan. Hè, die denkt van, het gaat zo goed met de goddelozen. En waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? En ze hebben het allemaal zo goed. Grijpt God dan niet in? Maar hij ontdekt uiteindelijk, ja maar, totdat zijn voeten waren bijna uitgeleden. Totdat hij het heiligdom inging en op het einde lette van die mensen. En dan ziet hij wel het oordeel. Maar God wacht, God is geduldig. God geeft ondertussen ook nog signalen af dat er een einde aankomt. Hij geeft nog tijd aan mensen. En Jezus heeft gezegd van als je al deze dingen gaat zien, dus het begin van de weeën, maar nog niet het einde, wanneer je besmettelijke ziekte ziet. Die zien wij nu op dit moment. Oorlogen, aardbeving, hongersnoden, nieuw verkoopsysteem in Openbaring 13. En de wetteloosheid neemt toe, veel valse profeten, et cetera. God geeft ook nog eens allemaal signalen af. Ja, maar hij heeft geduld. Dat is de reden waarom hij nog niet ingrijpt. En dat moeten we niet verachten. Hè? Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt. Ja, dus, hoewel God oordeelt, is hij eerst heel geduldig geweest. Maar, vers 5, in overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerlijke hart, hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardig oordeel van God. En je ziet dat terwijl God geduld heeft, gaan mensen door in zonde en die zonden stapelen zich op. En je hoopt dan voor jezelf toorn op. En dat zien we hier. Dat zie je in Openbaring 18 ook, wanneer God aan het ingrijpen is in het oordeel, in de grote verdrukking. Dan zie je dat zonden die stapelden zich op tot aan de hemel en dan herinnert God zich de ongerechtigheden. En dan wordt echt zijn toorn uitgegoten over de mensheid. Net als in Genesis 15. En wanneer Abraham nog 500 jaar moet wachten, totdat vele generaties later mogen dan het land in. En dan geeft God de reden, want de ongerechtigheid van de Amorieten, de inwoners van het land, dat is tot nu toe nog niet vol. En dus je ziet vaker dat God geduldig is en wacht en geduld heeft, maar mensen gaan maar door, bekeren zich niet. Maar Gods oordeel is rechtvaardig. In overeenstemming met uw hardheid en uw onbekeerde hart hoopt u voor uzelf toorn op tegen de dag van de toorn en van de openbaring van het rechtvaardige oordeel van God. En dus Gods oordeel is in overeenstemming met de waarheid. God is goed en geduldig geweest. En dan krijgen we ook nog een rechtvaardig oordeel. En hij zal ook ieder vergelden naar zijn werken. Alles wordt heel nauwkeurig bijgehouden. We zagen net al in dat stripverhaal. God weet precies wat er gebeurd is in ieders leven. Hij zal ieder vergelden naar zijn werken, namelijk hun die met volharding het goede doen en heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken, het eeuwig leven. Hun echter die twistziek zijn en ongehoorzaam aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid, zal gramschap en toorn vergolden worden, verdrukking en benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar heerlijkheid en eer en vrede over ieder die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Nou, best wel pittig natuurlijk wat hier staat. Tweeledig. Aan de ene kant heel mooi. Het eeuwig leven. Hè, voor hun die met volharding het goede doen. En heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken. Als je dit zo zou isoleren, zou je bijna denken dat je door goede werken gered wordt. Maar goed, dat gaat Paulus nou juist in deze brief heel uitgebreid uitleggen. Dat je alleen gered wordt op basis van geloof. Maar mensen die wandelen door geloof. En we zagen ook in vers 17, wanneer Paulus zich niet schaamt voor het evangelie. Dus de kracht van God tot behoud voor ieder die gelooft. Dan zegt hij, want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard. Uit het geloof tot geloof. Zoals geschreven is, de rechtvaardige zal uit het geloof leven. En dus vers 7 gaat over de rechtvaardige die uit het geloof leeft. Die heerlijkheid, eer en onvergankelijkheid zoeken. Dat is het eeuwig leven. Maar degene die volop in die zonde leven. Nou, in vers 8 is eigenlijk een samenvatting van dat vorige hoofdstuk. En in vers 29, 30, nou, enzovoort. Hun echter die twistziek zijn, die eigenlijk heel de tijd maar ruzie maken. En ongehoorzaam zijn aan de waarheid, maar gehoorzaam aan de ongerechtigheid. En dan komt hij nog een keer, zal gramschap en toorn vergolden worden. En dus dat is best wel pittige taal. Gramschap en toorn van God. Van de schepper van hemel en aarde. Gramschap en toorn. En we lazen al in vers 5, we hopen voor onszelf toorn op. Maar als jij het boek Openbaring leest, dan heb je al een beetje een indruk over wat die gramschap en toorn inhoudt. Er wordt al 10 keer gezegd, de toorn van God of de toorn van het lam komt over de mensen. En dat is alleen nog maar die korte periode hier op aarde. En dan komt nog het oordeel voor de grote witte troon. Verdrukking, vers 9. Benauwdheid zullen komen over de ziel van ieder mens die het kwade teweeg brengt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Maar wat bizar is, hier wordt in vers 6 gesproken over mensen die ongehoorzaam zijn aan de waarheid. Nou, we gingen door de Efezebrief en misschien kun je het nog herinneren in Efeze 2 dat mensen eerst dood waren in hun overtredingen. In de zonde. En Efeze 2 vers 2, daar spreekt Paulus over een leven, die zonde waarin je voorheen gewandeld hebt, overeenkomstig het tijdsperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. De geest, en dat is Satan, zijn geest is werkzaam in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Daaruit ontdekte we van iemand die gewoon in de ongehoorzaamheid leeft, dus gewoon niet God volgt. Als jij niet God volgt, ben je automatisch een kind van de duivel. Of je bent een kind van God, of je bent een kind van de duivel. En een kenmerk van een kind van de duivel is dat hij ongehoorzaam is aan de waarheid. Dat is harde taal, maar dat is wel echt de werkelijkheid als je de Bijbel leest. Er zijn geen andere opties. Ik zou willen dat het waar was, maar die zijn er gewoon niet. Ik weet trouwens ook niet of dat waar is, of ik dat zou willen, maar in ieder geval, het loopt niet goed af. En zowel met de Jood niet, iemand die zei, ja, maar ik ben Jood. Ik kom uit de Joodse familie en wij hebben de Torah en ik ging altijd naar de synagoge. Maakt niet uit, voor iedereen hetzelfde oordeel. Als jij ongehoorzaam was aan de waarheid. Ook over de Griek. Maar heerlijkheid, eer en vrede dus over ieder, vers 10, die het goede werkt. Eerst over de Jood en ook over de Griek. Want er is geen aanzien des persoons bij God. Hier zien we een vierde punt, hoe God oordeelt. Bij God is geen aanzien des persoons. Hij gaat geen onderscheid maken tussen Jood, hij gaat geen onderscheid maken tussen Griek. Hij gaat geen onderscheid maken tussen rassen of volken of wat dan ook. En in de wet van Mozes had je al, wanneer er rechts gesproken werd, wanneer een rechter rechtspraak moest doen, dan werd er al gezegd in Deuteronomie 1 vers 17 dat een rechter niet partijdig mocht zijn. Ja, want eigenlijk ja, moet hij handelen als het beeld van God. Hij mag niet partijdig zijn. En God is niet partijdig. Hij gaat iedereen op dezelfde manier wegen en meten. Ik pak alvast even vooruitlopend, en we gaan zo vanaf vers 12 weer even iets anders behandelen, maar vooruitlopend op vers 12, we hebben het hier over hoe God oordeelt, wil ik even het totaalplaatje laten zien, want in vers 16, daar noemt hij nog iets over hoe geoordeeld gaat worden, dat hij het heeft over zo zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mens zal oordelen, door Jezus Christus, overeenkomstig mijn evangelie. We zagen in die strip dat het hele leven van die man kwam langs. Alle verborgen dingen kwamen langs. Alles wat jij hebt gedaan, waar anderen niet bij waren, kwam allemaal langs. En ook dat gaat God oordelen. Zelfs alles wat in de gedachten is. Dus dat laat in ieder geval heel duidelijk zien, dit stuk, hoe God gaat oordelen. Als je ooit wil weten van hoe gaat God oordelen, ga je naar Romeinen 2. En nu komen we uit bij het stuk over de wet en het geweten. Hoe zit het nou met Joden? Die hebben de wet en die weten wel hoe God oordeelt. Die weten wat Gods standaard is. Maar ja, hoe zit het dan met de heidenen die de wet niet hebben? Komen zij dan wel weg? Wordt het oordeel voor hun lichter? Vers 12 zegt, zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan. En dat betekent niet dat ze ermee wegkomen. Nee, verloren gaan is dat ze ook oordeel zullen ontvangen. En dat zullen we zo zien als ze verder lezen. En zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden. Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Hij bedoelt hiermee ook niet dat je gerechtvaardigd wordt door werken, maar de wet roept op om te leven door het geloof. Abraham, die wordt al genoemd in de wet, in de boeken van Mozes. Hij geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En in principe zou het wel zo zijn dat als iemand helemaal perfect de wet volgt, en dan zou je wel eeuwig leven kunnen krijgen. Maar ja, helemaal niemand kan die wet houden. Dat leren we ook verderop in deze brief. In ieder geval, niet de hoorders van de wet zijn rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot een wet. Waar heeft hij het over? Hij heeft het over het geweten. Dat hier binnen in ons hart is er iets wat zegt, ik mag niet liegen. Of als je gelogen hebt, hey, ik voel me nou schuldig. Ik mag niet stelen. En dat is die wet. Zij tonen, vers 15, dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van. En hun gedachten onderling beschuldigen of ook Verder onschuldigen elkaar. Ja, en evolutionisten die verklaren het geweten als zijn of nee, dat zijn afspraken die wij met elkaar maken, wat goed en kwaad is. Maar dat is natuurlijk niet waar, want als wij jungles ingaan en we vinden daar geïsoleerde stammen, de ene na de ander, ze hebben allemaal dezelfde morele maatstaven. Niet liegen, dat is niet oké. Niet stelen, dat is niet oké. Niet moorden, dat is gewoon niet oké. Omdat dat is hier ingebouwd. Dat heeft onze schepper ingebouwd. En dat laten heidenen ook zien. Hoewel ze de wet niet hebben, de wet van Mozes, doen ze van nature wat de wet zegt. En ze stompen in veel gevallen wel het geweten af en wijken dan vervolgens al af. Maar in hoofdlijnen doen ze dat. Hoewel ze de wet niet hebben, zijn ze zichzelf dus tot een wet. Hun geweten getuigt steeds van wat geschreven is in hun hart. En dat zie je ook als ze elkaar onderling beschuldigen. Oh, dat mag niet. Je mag niet stelen. Oh, je mag niet liegen, enzovoort. Dus onderling beschuldigen, ook verontschuldigen ze elkaar. Ja, maar uiteindelijk leidt het tot oordeel. Zo, vers 16, zal het gaan op de dag wanneer God de verborgen dingen van de mens zal oordelen door Jezus Christus, overeenkomstig mijn evangelie. Nou, die hele wet is eigenlijk gegeven, zegt Galaten 3, dat 3 vers 23. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt, dat geldt dan voor de Joden, als gevangenen opgesloten, totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus, dat is voor de Joden, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Dus als een soort meester liet hij steeds zien van ja, dit is wat de wet zegt. En ondertussen zien wij steeds, oh, maar ik voldoe er niet aan. Oh, er moet een oplossing komen. Maar goed, net zo goed, heidenen weten ook dat er iets niet goed zit. Maar in vers 17 staat, zie, u wordt Jood genoemd en u steunt op de wet en roemt in God. Nou, als je de evangelie leest en kijkt dat Joden waren apetrots. De leiders van het volk, die hadden de eer van mensenlief en die waren apetrots dat zij Joden waren, volk van God. Zij mochten de wet hanteren. Maar ja, als je kijkt naar de preek van Jezus in Mattheüs 23 tegen hen, dat was een hele zware donderpreek. U steunt op de wet en roemt in God. U kent zijn wil, onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet onderwezen bent. En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn, een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt. Hij is dus hier inmiddels echt meer geschakeld naar de Jood. Hij zoomt nu in op de Jood en hij benoemt van ja, jullie denken dat je goed voor elkaar hebt. Jullie denken dat je een gids bent voor de blinden, een licht voor de mensen in duisternis. En dan in vers 21, maar u die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet. U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf? Of zijn jullie alleen maar morele mensen die alleen maar vinger wijzen naar anderen? U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof? Nou, Jezus had het al over, ja, je kunt het hebben over mensen die overspel plegen, maar ja, als je al iemand begeert in je hart, dan pleeg je zelf ook al overspel. Of Joden, die konden zeggen, ja, afgoden, verschrikkelijk, we verfoeien afgoden, dat is echt heel erg. Maar ondertussen konden ze wel ergens een tempel verbannen of een overwinning behalen in een bepaalde plaats en dan roofden ze wel de afgoden. Hè? Terwijl de wet had gezegd, die afgoden moet je meteen verbranden. Maar misschien dachten ze, hé, die kan ik wel op marktplaats zetten en daar kan ik nog een slaatje uitslaan. Maar uiteindelijk verontreinigen ze zichzelf dan ook. Hè? Dus dan de vraag, u die de afgoden vervoert, pleegt u zelf tempelroof? U die de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet? Want de naam van God wordt zoals geschreven is, door uw toedoen gelasterd onder de heidenen. Terwijl Jezus heeft ons geleerd om te bidden dat zijn naam geheiligd wordt. Maar als religieuze mensen, als zogenaamd mensen die zich volk van God noemen, Dus eigenlijk hypocriet gaan leven. Dan zegt God, of hier Paulus namens God, hè, dat de naam van God gelasterd wordt. Zoals geschreven is, door u toedoen, er wordt Gods naam gelasterd onder de heidenen. Nou, ik weet niet of je zelf wel eens met ongelovigen hebt gesproken die echt walgen van de kerk of van God. Want ach, die kerk, ja, die zijn alleen maar achter cent aan. Of er is alleen maar kindermisbruik. En helaas komt dat voor. Helaas komt dat voor. En dan wordt Gods naam gelasterd. En ik kan er dan bijna geen woord meer tegen zeggen over het evangelie. Omdat Gods naam gelasterd is, de zogenaamde gelovigen. Maar Jezus pakt die mensen aan en Paulus pakt ze eigenlijk ook aan. Dat hoort zo niet te zijn. En dan gaat hij in op de besnijdenis. Sorry, ik had nog één puntje over David. Dan komen we even terug op het verhaal van David. Daar zie je dat ook over dat zijn verhaal, wat hij had gedaan. En toen zei David tegen Nathan, ik heb gezondigd tegen de Heere. En Nathan zei tegen David, de Heere heeft ook uw zonde weggenomen, u zult niet sterven. Maar omdat u echter door deze zaak de vijanden van de Heere zeer hebt doen lasteren, zal wel de zoon die u geboren is zeker sterven. En dan zie je hoe erg God dat vindt. Hè? Zijn zoon sterft door zijn zonde. Hè? En wat hier vooral erg gevonden wordt, is dat door deze zaak de vijanden van de Heere, en die hebt u zeer doen lasteren. Nou hebben ze een aanleiding om God te lasteren door eigenlijk zijn volk. Door eigenlijk de situatie van David. En dan gaat hij verder in vers 25 op want de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is u besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. Nou, de besnijdenis, dat was een teken van het verbond met Abraham. Abraham geloofde God, het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En God vroeg hem om zich te laten besnijden. Dat is de voorhuid bij het geslachtsdeel van de man werd weggesneden als een teken van het verbond. Maar dat had op een gegeven moment zo'n traditie gekregen van, ja, als je maar besneden bent, dan zit het eigenlijk wel goed. Wat je tegenwoordig ook wel vaak ziet, als je met mensen in gesprek gaat over God, ja, geloof je in God, heb je een relatie met God, heb je zekerheid voor eeuwig leven, dan hoor je mensen, ja, ik ben als kind wel gedoopt, of ik heb communie gedaan. Een beetje zo vergelijkbaar, mensen leunden op de besnijdenis. De besnijdenis, daar gaat hij op in, de besnijdenis heeft wel nut als u de wet houdt, maar als u een overtreder van de wet bent, is u besneden zijn tot onbesneden zijn geworden. En dat had je eigenlijk net als de heidenen. Als dan een onbesnedene de verordeningen van de wet in acht neemt, als die wel de wil van God zou doen, zal zijn onbesneden zijn dan niet tot besnijdenis gerekend worden? En zal hij, die overeenkomstig de natuur onbesneden is, dat zijn de heidenen, die zijn niet besneden, maar die de wet volbrengt, u dan niet oordelen, die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent? Hij zegt hier eigenlijk, er zullen mensen zijn, als ik het even zo uitleg, dan, die niet besneden zijn. En, of er zullen mensen zijn die besneden zijn en die eigenlijk gezien worden als een onbesnedene. En in vers 28 gaat hij verder, want niet hij is Jood die het in het openbaar is, niet dat is besnijdenis die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgen is. En dat is besnijdenis die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. En zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Je zou dit een beetje kunnen vergelijken met, ja, hij zegt eigenlijk, hè, niet iedereen die besneden is, gaat bij God komen. Maar wanneer jij je vertrouwen in God stelt, even in simpele taal, hè, dan heeft die besnijdenis wel nut en anders niet. Het is misschien een beetje te vergelijken met, ja, er zullen mensen zijn die zich hebben laten dopen onder water, maar die we niet terug gaan zien in de hemel. En net zo goed zullen er mensen zijn die niet gedoopt zijn onder water, die we wel terug gaan zien in de hemel. Denk aan de misdadiger aan het kruis. Die misdadiger aan het kruis, die geloofde in Jezus, die geloofde het evangelie, kon zich niet laten dopen, maar die zien wij terug in de hemel. Maar als jij je laat dopen, maar je gelooft eigenlijk God allemaal niet. En je wil eigenlijk hem helemaal niet echt volgen. Maar je denkt, oh ja, als ik dat maar doe, dan komt het wel goed. Dan zit je er eigenlijk naast. En ik leer overigens hier niet dat de doop niet belangrijk is. Want als jij God gelooft, wil hij zeker wel dat je je direct laat dopen op basis van je getuigenis. Maar stel jij gelooft het evangelie en... Iemand gelooft het evangelie en wordt direct daarna overreden door een vrachtwagen. Dan... Maar ik denk dat we dat zo een beetje mogen vertalen. Maar uiteindelijk is zijn boodschap in vers 29. Hij is Jood die het in het verborgen is. En dat is de besnijdenis. Die van het hart is, naar de geest, niet naar de letter. En zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. De besnijdenis van het hart, die wordt in Deuteronomium 10 vers 16 ook al genoemd. Dat is niet iets nieuws uit het Nieuwe Testament. In Deuteronomium 10 vers 16 staat, besnijd de vooruit van uw hart en wees niet langer halsstarrig. Ik geloof dat de besnijdenis van het hart, dat hetzelfde is als de wedergeboorte, als opnieuw geboren worden. Waarom geloof ik dat? Omdat in Kolossenzen 2... In Kolossenzen 2, vers 11, daar staat, in Christus bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Door de besnijdenis van Christus. En dat is de besnijdenis van het hart, niet van het geslachtsdeel. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem opgewekt bent door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En wat is nodig om je eerst te laten dopen? Tot geloof komen, opnieuw geboren worden, dan pas word je gedoopt. Dus hier wordt voor de doop gesproken over de besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Dus een echte Jood, dat is iemand die het in het verborgen is, die niet over de straten loopt en de eer van mensen lief heeft en... Die denkt, oh wauw, kijk, ik heb de besnijdenis en wij hebben de wet. Maar die is Jood die het van het hart is. Naar de geest, niet naar de letter. En zijn lof is niet uit mensen, maar uit God. Ieder mens moet opnieuw geboren worden. God, die kijkt naar het hart. En die wil dat mensen... echt volledig hun vertrouwen op hem stellen. Echt tot bekering komen. Echt volledig hem gaan volgen. En of je nou Jood bent of niet. Je kunt niet roemen. Je kunt religieus zijn en denken, ja, ik ben met de Bijbel opgegroeid. Een Jood kan zeggen, ja, wij zijn met de wet opgegroeid. Je kan altijd naar de kerk gaan zijn. Je zag die man in het stripverhaal, die zat ook in de kerk. En die dacht, ach, kijk eens, zo slecht was ik niet. Maar daar... draait het niet om. We moeten opnieuw geboren worden. Die oude mens moet weggesneden worden. Dat hart van steen moet een hart van vlees worden. Dat moet zacht worden. En net zoals een rups een vlinder wordt in een super prachtig, bijzonder proces. Die sterft volledig af in die kokon. En dan wordt die prachtige vlinder een compleet nieuw wezen met compleet andere eigenschappen. En dat is wat God uiteindelijk zoekt. En daar zijn we naartoe aan het bewegen. En waarbij die in hoofdstuk 3 vers 1 zal, maar dat gaan we volgende keer over 2 weken behandelen. En dan komt natuurlijk de vraag, maar wat heeft de Jood dan voor op anderen? Wat is het voordeel dan zijn van het besneden zijn? Nou, daar gaan we dan de volgende keer op in. Maar het is heel duidelijk dat je kunt alleen maar gerechtvaardigd worden uit het geloof. En God, die kijkt naar het hart. Is het echt en is het puur? En dat je God wil volgen. Je kunt geen show ophouden voor God. Een moreel mens zijn heeft geen zin. God wil echt iemand die opnieuw geboren wordt, gerechtvaardigd uit geloof en dan hem gaat volgen. Dus ja, we zijn begonnen met het verhaal over dit was uw leven. We hebben gezien hoe God oordeelt. We hebben ook gezien dat, Joden hebben de wet, maar worden geoordeeld op basis van de wet. Andere mensen worden geoordeeld op geweten. De wet is hier geschreven. We hebben gekeken naar wat de echte besnijdenis is. De echte betekenis van de besnijdenis. En dat is de besnijdenis van het hart. Ik denk dat God continu altijd iedereen oproept om hem te volgen. Dat is waar we naartoe bewegen. Maar het is meer duidelijk geworden in de rechtszaak van God naar de mens, hoe het met de mens gesteld is. Zullen we bidden? Ja, Hemels Vader, Heer Jezus. Soms vind ik het best wel lastig om een preek te geven over het oordeel. Dat voelt helemaal niet fijn. Maar tegelijkertijd, dit is hoe het is. En ik wil u danken dat we het gewoon nu al mogen weten. En keuzes kunnen maken voor de eeuwigheid, zodat we voorbereid zijn op die ontmoeting met u. Dank u wel dat we mogen weten dat linksom of rechtsom, Joden, niet-Joden, allemaal geoordeeld worden naar wet of geweten, zodat we er ook iets mee kunnen doen. Wilt u ons helpen om echt te leven vanuit geloof, in vertrouwen dat u onze zonde weggewassen hebt, Heer Jezus, wanneer we dat geloven. En geloven dat u bent opgestaan uit de dood en dat we dan voor eeuwig bij u mogen zijn. Dat u dat geloof aan iedereen schenkt, Heer, zodat we gerechtvaardigd zijn door het geloof en ook vanuit het geloof mogen leven. Heer, help ons terwijl we de Romeinenbrief lezen om het ook echt te begrijpen. Sommige dingen zijn ook lastig, lijkt wel bijna juridisch. Ook de kinderen helpen om het goed te begrijpen, ook als vaders en moeders het nog doornemen met hen thuis. Heer, ik dank u voor uw woord en dat u ons door de hand van Paulus dit allemaal bekend hebt willen maken. Heer, zodat we weten waar we aan toe zijn en geef dat we hierop mogen reageren met ons hart. In Jezus' naam. Amen. Amen.